Goedenavond, dames en heren, en natuurlijk ook jongens en meisjes. De VARA voor de eerste maal dit seizoen op de zondagavond. En het programma ziet er als volgt uit. Om 8:50 schakelen we over naar de Brakke Grond in Amsterdam voor Sonja op zondag. Daarna de succesvolle Amerikaanse comedy-serie met Blanche, Dorothy, Rose en Sophia. Golden Girls dus. Actualiteiten uit binnen- en buitenland om ongeveer 10:00 in Achter het Nieuws. Cagney en Lacey is de naam van de serie met in de hoofdrollen twee vrouwelijke politieagenten in New York, waarvan u om ongeveer 22:30 de eerste aflevering kunt zien. En Simon Carmichael besluit rond 11:30 onze eerste VARA zondagavond op Nederland 1. Voor meer informatie over de inhoud van Achter het Nieuws schakelen we nu over naar Paul Witteman. Ja, goedenavond. Een 30:30 actualiteit in Achter het Nieuws. De overheid, dat zijn de ministeries, de provincies en de gemeenten, die hebben miljarden gulden gestoken in allerlei computers. Maar nu blijkt dat die dingen het niet doen of dat men niet weet hoe ze mensen moet gaan bedienen. Dat kost een hele hoop geld en daarover een onthullende reportage. Verder het laatste nieuws over Frank Rijkaard. Gaat hij nou wel of niet weg bij Ajax? En een verslag uit Rusland over de succesvolle hervormingen van partijleider Gorbachev. Deze en andere onderwerpen in Achter het Nieuws. Maar wat zou Sonja Barend eigenlijk doen op zondag? We gaan over naar de Brakke Grond. Ja, wat er bij ons allemaal over tafel gaat vanavond, dat kan ik niet nu allemaal aan u gaan vertellen. Maar dat ziet u wel. In ieder geval praat ik met Urbanus en met professor Dr. Lou de Jong. En dan komen er aan deze gloednieuwe hele grote tafel straks 7 mensen te zitten die er altijd zullen zijn. En die met elkaar en soms met de gasten zullen praten over wat ons deze week allemaal heeft beziggehouden. 9:15 ongeveer. Zijn we er. Maar als u wilt, kunt u nu eerst gaan kijken naar Superfan